Christophe was afgelopen voorjaar heel erg goed. Een paar mooie uitslagen in de Vlaamse klassiekers. En, hij kan ook dan wat lastige parcoursen aan en heeft dan ook nog een sprint. Dus daar, daar zal hij een rol gaan krijgen. Ja, goed. En verder zijn we ook benieuwd door ja, hoe ver we kunnen komen met onze aanpak als het gaat om training, om voeding, om aerodynamica. Ja, wat er allemaal voor hem nog meer in zit. Maar hij is in ieder geval een hele belangrijke versterking voor Wout. Verder heeft hij ook een goede tijdrit. Ik denk ook dat het ja, eerlijk is om te zeggen dat hij dat ook met beter materiaal en meer aandacht, dat hij daar nog meer uit kan halen. Ja, dat belooft heel veel. Voor hem is het ook een mooie uitdaging om wat nieuws te gaan proberen. Ja, wellicht ook op een wat hoger niveau verschillende zaken gaan aanpakken. Ja, en dat, ja, dan, daar kijken we wel naar uit. En, ja, was ook belangrijk om een versterking te halen rondom Wout. Ja, we denken met Christophe dat we daar een hele goede renner voor hebben aangetrokken. Ja. En ook als ik dan kijk naar Tosh, nou ja, die is denk ik ook erg opgevallen dit jaar. Hij heeft een paar jaar geleden de stap gemaakt door in Spanje te gaan wonen. Ik denk dat hij zich echt door heeft ontwikkeld als renner. Ja, we zijn een jongen die echt is opgevallen, denk ik, dit voorjaar. Buiten het feit dat hij, ja, dat hij het gewoon sterk was, is het ook een hele slimme renner. Is hij qua positionering heel erg goed. Heeft hij inmiddels heel veel ervaring. En dat kunnen wij ook goed gebruiken in onze voorjaarsploeg. En als hij ook dezelfde vorm heeft als dit jaar, dan zal hij ook in finales nog bij Wout zitten. En ja, dat hebben we ook nodig. Maar ook rondom en de sprinterij met Dylan Groenewegen, daar heeft hij natuurlijk met Caleb Ewan heeft hij heel goed werk gedaan. Ik denk ook dat Lotto Soudal een hele goede sprinttrein heeft. Ja, daar zijn we blij dat wij Tosh hebben aan kunnen trekken. En dat hij ook die ervaring en die expertise meeneemt in de sprinttrein rondom Dylan. En ik denk ook dat nou ja, inmiddels dat team Jumbo-Visma ook bekend staat in het peloton bij de renners. Waar een ploeg waar renners graag voor rijden. Waar ze begeleiding op een heel hoog niveau treffen. Maar ook waar er een hele goede sfeer onderling is. Ja, dat gaan ze bij ons treffen en dat vinden ze belangrijk. En dat is het voornaamste. Het is altijd leuk om meerdere nationaliteiten te hebben, omdat iedereen er toch tegen zaken altijd net weer even wat anders aankijkt. Maar uiteindelijk gaat het om de topsporttaal en die is bij ons heel duidelijk en nadrukkelijk aanwezig.